We praten met Herbert Pesch van Evident. Gespecialiseerd in B2B online marketing. Dit is het moment om B2B online marketing op een hoger niveau te brengen, vind je. Waarom? Nou ja, ik denk dat in Nederland hebben we een prachtige industrie, vaak internationaal georiënteerd. Agribusiness ook internationaal, zakelijke dienstverlening. En als je nu kijkt naar het gemiddelde niveau van digital marketing bij veel van dit soort concerns, dan liggen... Slecht? Nou, soms inderdaad slecht, durf ik echt wel te zeggen. En verrassend ook, hoe weinig aandacht het soms krijgt. Maar veel bedrijven hebben nog niet het besef dat het digitale kanaal echt kan bijdragen tot nieuw business. Ook in de zware industrie bijvoorbeeld. En ja, daar liggen dus kansen. En die kansen grijpen en daar met dit event aan bijdragen, dat vind ik heel gaaf. En dan blijkt ineens dat er allemaal mooie succescases zijn. Ja, er liggen verborgen pareltjes. Maar als je in die B2B-markt rondloopt en je komt bij technische bedrijven die in de offshoring super succesvol zijn. Ja, die bedrijven, die merken ken je niet. De focus op B2C is vaak qua marketing heel evident. Maar in de B2B liggen inderdaad fantastische bedrijven, fantastische parels. En als het gaat om digital marketing nog heel veel kansen gelukkig. In het algemeen denk je dat hoeveel procent van de B2B bedrijven die een beetje groot zijn doen aan online marketing? Nou, je hebt grote concerns. Ik zal in dit geval geen naam noemen. Maar als je dan kijkt wat ze doen op online, dan is het gewoon een corporate site. Dan is een hele commerce omgeving, een sales omgeving is eigenlijk gescheiden van het digitale kanaal. Dan zit je echt nog over brochures en folders. Het is echt, ja, 100 jaar geleden eigenlijk. Maar er zijn ook bedrijven, en die zijn hier ook vaak als spreker aanwezig, die echt vernieuwend bezig zijn. Zoals Dame Shipyards bijvoorbeeld, een hele mooie succescase. Wat doen die dan bijvoorbeeld? Nou, Dame is gewoon in staat, en dat wordt vandaag ook verteld door Björn, om schepen te verkopen waar het digitale kanaal de oorzaak van is dat die sale is gebeurd. Prospects die men niet kende, die men via het slim analyseren van gedrag op de website heeft kunnen identificeren, waar men eerder bij die prospect was dan concurrent. Het is een grote concurrerende internationale business. En daar halen ze nu dus ja, miljoenen orders binnen van echt grote, geweldige schepen. En dat besef was ook bij Dame een aantal jaren geleden nog helemaal niet aanwezig. En nu wel. En nu gaan ze er vol gas op geven. En het is denk ik ook een voorbeeld voor andere grote industrieën of zakelijke dienstverleners. Om meer aandacht en focus te geven aan digital. En niet als marketing, maar gewoon als business case. Om business te maken. Maar nou ben ik directeur, eigenaar van een technisch bedrijf. En dan denk ik, dat geldt niet voor mij. Mijn klanten lezen geen Twitter. Ja, nee. We hebben net een hele mooie speech gehad van Suzanne. Twitter is denk ik ook niet het eerste kanaal als het gaat om grote technische offshore installaties om in te zetten. Al moet je dat ook niet onderschatten. Maar wat belangrijk is, is dat je in kaart brengt wie zijn de beïnvloeders als het gaat om grote aankoopprocessen bij grote industriële producten. Welke fase van de salescyclus zijn ze? Waar oriënteren ze zich? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik sneller, relevanter en op het juiste moment bij die doelgroep ben? En dan natuurlijk heb je bij complexe producten als een schip, heb je een sales apparaten nodig, heb je ook trade shows nodig, et cetera. Maar het gaat om het integreren van die kanalen, zodat ze samen sterker zijn dan de concurrent. En daar liggen denk ik de kansen. Laatste tip voor een B2B-marketeer? Volgend jaar hier weer bij het event zijn. Tuurlijk. Oké, dank je.